Als cultureel geïnteresseerd canvaskijker kent u ongetwijfeld de film Everything You Always Wanted to Know About Sex, But Were Afraid to Ask van Woody Allen. In die film suggereert Woody Allen dat het menselijk lichaam wordt bestuurd zoals een duikboot of een ruimteschip, vanuit een soort controlekamer die zich in de hersenen bevindt en waar ingenieurs en technici bepalen wat dat menselijk lichaam doet en zegt. Wij zijn aanhangers van deze interessante theorie. En als Jean-Luc Dehaene ons land bestuurt, vragen wij ons af wie de indrukwekkende duikboot Jean-Luc Dehaene bestuurt. Ik zwart dus. Deze was niet meer deze. We liggen rustig. Gie? Ja, Tom? Wilde jij hem zo rustig laten liggen? Want ik ben hier van onder bezig. Oké, gewoon plat, ja. Zeg, Gie, dan kunnen we ondertussen even de bril schoonmaken. Ja, want ik zie dus niks meer. We zien niks, nee. Okay. Woensdag alles weer normaal kan functioneren. Jongens, we moeten dringend druk aflaten. Ik praat niet, ja, maar niet langs onder, hè. Oké, dan geven we dan. Geven. Piloten die ook weigerden nog in het vlucht mensen mee te nemen. Goed. Oké, jongens, fantastisch. Merci. Okay, ja. Ja, goed. Natuurlijk zijn er nog een paar goedmenende CVP. Kus degoutant, ah. Zijn smagels en zijn zwarte zijn stoei. Vies. Klein momentje. Van het feit dat ze Vlaming zijn en niet de loutere uitvoerders van de Belgische evenwichten. En de veiligheid doorslikken? Ja, oké. Op een debat in Leuven. Aandacht, pelletjes rechts. Ja, doe iets. Meer gestroomlijnd, alleszins. Ja, en nog eens met de linker. Oké. Dialoog. Ik zou hier... Is weg. Tjur. Wat is er? Geblokkeerd, hè. We zijn geblokkeerd. De rechterbovenarm weer. En het is nogal logisch dat het status quo van deze stad... Harder trekken. ...stalig in dit land. Niks. Vorige week. Waar zit Tom? Tom zit in de bijnier. De linker bijnier. De linker bijnier. Allang fase 2, onmiddellijk roepen. Oké. Okay. Tom? Ja, jongens, wat is het probleem? Er is een probleem. Direct komen. Oké, ik kom. Ik rijd. En de afbetaling van de staatsschuld zijn lik. Rustig. Voilà. Wat is er? Kijk eens hier. Blokkage. De schouder weer. Hè. Dat is niet op zich. Voilà. Oké. Ja, het is in orde. Bedankt. Ja. Schiet los. Dat is wel vervelend, hè? Ja, ik weet het. We moeten daar naar kijken. Dat is slijtage, denk ik. Ja. Inderdaad, in de andere. Oh, jong. Waarom zitten wij te lachen? Oeh, was dat geen goeie mop? Het gaat over Semera. Oei, oei, oei. Hey, zet af. Tristig of bezorgd? Ernstig, bezorgd. Ja. Deze nieuwe legislatuur van het zonnige verlangen. Wat ik krijg zo. Kijk, hè. Joep. Daarnaast ook nog. Wel een klein beetje. Wat wij dan toch laten doen. Hè? Zeg, volgende keer. Een belastingsbegroting die dus ten laste komt en op de schouders gelegd wordt van het meest energieke deel van de bevolking. Oh! Waarom? Wat is dat? Ja, dat is een nieuwe functie. Een vrijspraak met een bittere naast. Zet dat toch wel. Sorry, mannen. Sorry. Oh, voilà. Goedemorgen, premier. Waar zitten we? We zitten in de zevende dag. Oh nee, dan is het zondag. Ja. Is het met Fladderken of met Chantal? Het is Fladderken. Fladderken. We zullen weer straf komaf mee maken. U wil stadslijsten in Brussel tegen het Vlaams Blok, klopt dat? Stomme vraag. Laat hem voelen wie de baas is. Stuur hem door naar de volgende vraag. Deze pakken we niet. Zeg, en mag ik beginnen met een foto? Doen, ja. Meerderheid eventueel? Ondanks het laatste zinnetje, eerlijk gezegd, je doet je plezier dat het belangrijkste politiek probleem van het moment is. Laten we zo weer een andere dingen op gaan. Kom ik even op de State of the Union, de begroting. De loonlasten verlagen met 200 miljoen over 4 jaar. 200 miljoen? Hij is er voor vandaag. Dat is 200 miljard. 200 miljard. Mark, 200 miljard, 200 miljard. Check en double check, ik weet zeker. 200 miljard, 200 miljard. Geef het hem. Dan gaan we rechtstreeks. Aftellen.
3, 2, 1, cue! Moest het maar met 200 miljoen zijn dan? Dan zou ik zeggen dat is een realistisch plan, maar het is 200 miljard. Excuseer, 200 miljard. Dat was Alles kan beter voor deze week. Dank aan de panelleden voor hun gewaardeerde medewerking. Dank aan u voor uw aandacht en graag tot volgende week.